Goed, we gaan beginnen. Het is 5 uur, laatste vrijdag van de maand. Dus Gelderlander Nieuwscafé, als gebruikelijk. Welkom iedereen. Het is extreem druk. Ik heb een donkerbruin vermoeden waar dat er ligt vandaag. En dat heeft met stenen te maken, maar daar gaan we het straks over hebben. Volle bak, we beginnen met Theo van Langveld, bekend van het Maasheggenvlechten. We gaan straks even voor de mensen die niet weten wat Maasheggenvlechten is, heel kort uitleggen wat het is. En het Nederlands kampioenschap dat eraan zit te komen, Theo. Daarna krijgen we aan tafel Geurt Fransen en Annie Verwegen. Die weten alles van het boek en bal dat volgende maand in de Schouwburg in Kuik wordt gehouden. Daarna komt Pierre Hermans aan tafel. En dat wordt een uitdaging, heb ik begrepen. Als je Pierre loslaat, dan zijn we dan met z'n allen om 8 uur nog niet thuis. En dat was niet de bedoeling. En daarna wordt het even spannend, want ik heb daarna aan tafel Laura de Kinkelder. Die is er in ieder geval. Maar die wordt als het goed is vergezeld door Pelle de Pla. Die komt het hier hebben over de Maaslijn. En nou wil het geval dat Pelle met het openbaar vervoer komt. Dus dat wordt spannend. Of hij op tijd hier is. Of er een OV-fiets staat. Ik weet niet hoe het gaat doen. En we sluiten af met Jens en Tom van De Naakte Waarheid. Die alles weten over de boekennacht. De nacht van de bibliotheek. Die wordt hier in de Weijer gehouden. En we kennen de mensen van De Naakte Waarheid. Ze maken ook muziek. Dus vandaar dat de piano hier staat. Dus daar gaan we mee afsluiten straks. Theo, welkom. We gaan met jou beginnen. Prima. Jij bent secretaris van de Stichting Landschapsbeheer Boksmeer. Dat klopt, ja. Ja. We hebben het over het Nederlands kampioenschap Maasheggenvlechten. Wordt op 10 maart weer gehouden. Ja, voor de 14e keer inmiddels al. Voor de? 14e keer. 14e keer, ja. Nou, heel even kort, want ik weet dat er mensen in de zaal zijn die zeggen Maasheggenvlechten, waar hebben ze het over? Ja. Vroegere tijden praat ik over middeleeuwen. Toen werd er heel veel in de Maasheggen gevlochten door de boeren die toen in het gebied langs de Maas woonden. Het Maasheggenvlecht is wel heel speciaal omdat wij werken met leefde materiaal. Dus wat Maasheggenvlecht, wat vlechten we? We vlechten meidoren vooral. Ja. Meidoren. En soms vlecht ook wel een kardinaalsmuts tussendoor of een Gelderse roos, maakt niet uit. Maar, ja. maar die struiken, die vlechten, worden gevlochten, werden gevlochten om afscheiding te maken tussen percelen. Ja, dat klopt. Om afrasteringen voor het, in eerste instantie om het vee buiten te houden. Want er werd de afrastering gebruikt ter bescherming van de landbouw, van de gewassen. Dat de koeien die losliepen bij de boerderij, en dan praat ik over de middeleeuwen, toen de Saxen hier woonden. Dat de koeien in ieder geval niet aan de sla en aan de kool gingen. Ja. En later is het gebruikt om de dieren in de wei te houden. Want de uiterwaarden van de Maas werden gebruikt als weilanden. Maar hoe lang geleden zijn ze daarmee begonnen? Er is een document bij het klooster van Sint Agatha. Dat de kruisheren die verpachten al een weiland langs de Maas. Ter hoogte waar nu de Niers en de Oefelse Raam in de Maas komen. En dat weiland heet het Lage Gewand. En een gewand is een middeleeuws woord voor een ommuurde, omheinde stuk weiland. Ja. En we gaan ervan uit dat dat eigenlijk de eerste beschrijving is van het vlechten langs de Maas. En dat dateert uit? 1400. 1400, ja. Zo lang geleden al. Ja, er gaan ook geruchten rond dat, er zijn geen geruchten, maar Julius Caesar heeft zijn veldtochten naar het noorden vanuit Rome. Kwam hij langs de rivieren kwam hij barricades tegengemaakt van omgekapte, omgeknakte, omgebogen, doornige struiken. En dat praat je over 58 na Christus, dus dat is nog langer geleden. En wij gaan ervan uit dat dat hier in de buurt moet zijn. Maar ik denk in werkelijkheid zal het in Frankrijk, België langs de Maas zijn geweest. Maar ja. Het is toch, ja, wij gaan er ook trots op dat in ieder geval Caesar iets geschreven heeft in zijn geschriften over de Maasheggen. De Maasheggen, ja. Nou is het het Nederlands kampioenschap. Dat wordt voor de 14e keer gehouden, zeg je. Ja. Maar het is voor de eerste keer dat het gehouden wordt sinds de Maasheggen, sinds het gebied de UNESCO-status heeft. Klopt, ja. Ja. Normaal komen er al duizenden mensen op zo'n kampioenschap af. Dat klopt. 4.000, 5.000, 6.000 mensen. Bij mooi weer wel ooit 10.000 mensen. Maar... Ja, en het gaan er dan dit jaar 20.000 worden omdat er allerlei bussen met Japanners komen die het ontdekt hebben? Nou, daar gaan we niet vanuit. We hebben met de catering er geen rekening mee gehouden dat er meer dan 10.000 mensen komen. Maar goed, ik vraag me sowieso af of er überhaupt wel bussen met Japanners en Chinezen richting de Maas zijn gekomen. Het is een relatief klein gebied. En dat willen we graag zo houden. Wat we willen is dat
dat er nog steeds meer heggen in Boksmeer en omgeving komen. Maar wat we vooral willen is dat de mensen die van de natuur houden, dat die in het gebied goed terecht kunnen, mooi kunnen wandelen, goed kunnen fietsen. Dat ontzettend belangrijk is. En wij, en dan praat ik de slaapbox, wij zitten niet te wachten op tienduizenden Japanners of Chinezen die hier naartoe komen. Nee, maar ja, het stempel UNESCO, dat trekt mensen, dat kan niet anders. Dat zal zeker zo zijn. En ze zijn van harte welkom uiteraard, maar wel met mondjesmaat. Ja. Ja. Eén bus. Ja, tegelijk, ja. Ja. Oké, okay, doen we dat. Ja, het Maasheggevlechten. Een cursus in 5 zinnen. Dat is het inzagen, het inkappen van een meidoornstruik. Het inkappen van de stam, hè? De van stam, de, voor, ja? voor een tweederde kwart, zeg maar, tweederde deel. Dan de stam omleggen. Met de richting van de stroming van de Maasmeer. Dat is ook heel belangrijk. Okay. Niet dat we tegen de keer ingaan. Dat gebeurt ook al vaak genoeg. Dus we moeten met de Maas mee. En dan proberen we hem. We praten over staanders en liggers. Staanders zijn om de 1,5 meter laten we 1 meidoorn recht overeind staan. En de rest zijn de liggers. Die proberen we dan al vlechtend. En ik denk dat iedereen die kleuteronderwijs heeft gehad wel weet wat een vlechtmatje is. Dat je dus een golfbeweging maakt. Eroverheen of er langs, links, rechts, langs. Ja. Dat het principe van het vlechten is. En dan krijg je een ondoordringbare meidoornhaag waar een koe of een schaap niet doorheen kan. Dat is in ieder geval de doelstelling. En wel geweldig voor vogels die bescherming zoeken. Zeker als de heg weer uitgroeit. De vogels, de wezel, de hermelijn die daar zijn weg vindt, de muisjes, noem maar op. Het is een hartstikke mooie ecologische geheel. Waar biodiversiteit belangrijk is. Ja, ja. Nou is het een geweldig mooi gebied. Hè? Het is de strook langs de Maas. Ja. Nou woon ik zelf dik 30 jaar in Kuik. En ik moet met een schaamrood op de kaken bekennen dat ik vorige maand voor het eerst door het Maasheggengebied ben gewandeld. Ja, dat kan ik zeggen. Dat is slecht. Ja, dat is terecht. Ja. Dan moet je je schamen inderdaad. Ja. Maar als dat voor mij geldt. Als dat voor mij geldt, geldt dat voor heel veel andere mensen ook, neem ik aan. Ik denk dat mensen die echt langs de Maas wonen, die regelmatig een uitstapje, een wandeling in de vroege avond of in de late middag maken in het Maasheggengebied. Maar er zullen best wel heel veel mensen zijn die van het Maasheggengebied het bestaan niet weten. Daarom is ook het NK Maasheggen zo van belang. Wat wij graag willen is dat iedereen in het land van Kijk trots is op de Maasheggen. En zeker nou het UNESCO-gebied geworden is. Ja. Wat overigens niet inhoudt dat er nu een enorme hoeveelheden geld vanuit, weet ik waar, vandaan richting Boksmeer komen. Dat is absoluut dus niet waar. Het levert 0 euro extra op. Alleen dus de status van het gebied. Ja. Er komt ook geen stolp overheen van dat er mensen niet naar binnen mogen. Er komen ook geen toegangshekken. Waar je entree moet betalen, allemaal niet. Het gebied blijft het gebied zoals het is. Ja. Het is belangrijk dat de mensen die in het gebied wonen, de boer die er zijn werk doet, de mensen die van de natuur houden, maar ook wetenschappers, ook de toerist die op bezoek komt, dat die in het gebied terecht kunnen en er een hartstikke mooi landschap tegenkomen waar iedereen van kan genieten. Trouwens, wat ik zelf wel ervaren heb, ik heb een keer in een luchtballon mogen zitten, niet zo heel erg lang geleden, dat je pas vanuit de lucht kunt zien hoe mooi het patroon van die Maasheggen is. Dat je als je er doorheen loopt, dat je kunt genieten van in het voorjaar van een mooie bloesem, in de herfst van een mooie bessen. Maar dat je echt pas kunt zien hoe het gebied eruit ziet als je er boven hangt. Ja. Het Maasheggengebied is uitgestrekt, hè? Tenminste, van waar tot waar loopt het? De gemeente Kuik en de gemeente Boksmeer hebben samen de UNESCO-status aangevraagd. En wij praten dan vanaf de Kruinbergse plassen tot en met Vielingsbeek. Dat is voor ons. En dan aan de westkant van de Maas, dat is voor ons het Maasheggengebied. In eerste instantie heeft de gemeente Boksmeer geprobeerd om de gemeente Bergen en gemeente Gennep mee te krijgen in het aanvragen van de status. Maar die waren wat afwachtend. Ze haken nu overigens wel aan bij alle gesprekken die er zijn over het Maasheggengebied. Ja. Maar goed, ook aan de oostkant, dus aan de Gennepse kant, Bergense kant, daar waren oorspronkelijk heel veel Maasheggen. Zelfs als je doorgaat tot Balgooien, daar zijn ook nog heel veel dus ook nog een aantal kilometers Maasheggen te vinden. Ja. Ja. Wat is volgens jou het mooiste gedeelte? Persoonlijk vind ik het mooiste gedeelte de Oefeltermeent. Zeg maar achter de voetbalvelden van Oefelt, tussen richting Sint-Agata. Maar ook wel
ten zuiden van, van de spoordijk waar nu ook het kampioenschap plaatsvindt. Wij noemen dat het cultuurhistorisch centrum, noemen wij dat. Dus ja. daar is Staatsbosbeheer is daar de grote eigenaar van de weilanden en van de heggen. En daar vind je eigenlijk het mooiste patroon nog wel. En daar zijn we ook nu met onze club. Ik maak deel van de Loerangenclub. En de Loerangenclub werkt voor Slaboks, voor de Stichting Landschapsbeheer Boksmeer. Daar vlechten wij op dit moment ook heel veel. We zijn echt hele oude hekken van wel 20, 25 jaar zijn we nu aan het vlechten, aan het herstellen. Dat het weer mooie afscheidingsparcelen worden. Ja. Ja. En kan maar zeggen, vlechten is op 10 maart? 10 maart over 2 weken. Ja. 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 Van hoe laat tot laat? De toeschouwers zijn nu welkom vanaf 11 uur tot een uur of 3. De wedstrijd duurt tot 3 uur. Dan stoppen de vlechters met vlechten. En dan is om 4 uur, 4:30 de prijsuitreiking. De wedstrijd zelf begint om 9:30, tenminste voor de wedstrijdvlechters dan. Het programma start dan op en ik denk dat om 11 uur het heel mooi draait. En met zo'n weer van de afgelopen weken is het een ideaal uitje voor het gezin. Voor de kinderen is er van alles te doen. Ook volwassenen komen goed aan hun trek op die dag. Dus een mooie natuurdag in Oost-Brabant zou ik zeggen. Ja, bij deze uitnodiging voor iedereen om te komen uiteraard, kijken. Uiteraard, ja. Samen met de Japanners. Zeker. Ja. Ja. Dankjewel dat je kwam vertellen, Theo. Oké. Okay. Succes met... Dankjewel. Ik wil je namens Slaboks nog een boekje aanbieden. Heggen en heggenvlechten. Gemaakt door onze grote vlechtgoeroe, mag je wel zeggen, Marius Schutters. Ja. Mag ik je overhandigen, alsjeblieft. Ja, en als je dan komt kijken de week tenminste waar ik... Waar we het over hebben. Ja, ja, prima. Okay, dankjewel, goed. Theo. Oké. Okay. Even kort... ter introductie, Geurt zullen veel mensen misschien wel kennen als oud collega bij de Gelderlander en nog steeds zeer gewaardeerd columnist 2 keer per week. Hè? Met de column Dwarsligger. Nee, Dwarskijker. Dwarskijker. Ja, want Dwarskijker ligt dwars. Dwarsligger ben jij en ik ben de Dwarskijker. Okay. Annie. En eigenlijk hoort dat boekje bij mij te liggen, want als je nog maar 1 keer in 30 jaar in de Maasheggen bent geweest, helemaal. Nou, misschien na dit veel vaker. Het is dat ik hem al heb. Nou, daarom. Annie van Wegen uit Kuik. Ja. Gepensioneerd leerkracht van het basisonderwijs, als ik het goed heb. Ja. Ja. Jullie weten alles van Boek en Bal in Schouwburg. Op 31 maart wordt het gehouden. Mm-hmm. Het is de 2e editie. Ja. Vertel eerst even voor wie niet weet waar we het over hebben, wat Boek en Bal is. Wie? Geurt. Ja, we hebben Boek en Bal voor vorig jaar voor het eerst georganiseerd. Het heet geen Boek en Bal, omdat dat een geregistreerde naam is van de officiële boekenbranche. Dus wij noemen het Boek en Bal. En we zijn een beetje aan het zoeken naar welke vorm dat moet krijgen. Maar tot nu toe, we hebben de vorm van vorig jaar dus niet gekopieerd. Toen was het vooral een taalfestival. Ja. En nu ligt de nadruk op een vertelfestival. Het bestaat eigenlijk uit 2 delen. Het begint op een zondagmittag. Zo vanaf 2:30 ben je welkom. Een uur of 2 begint het vertelfestival in 5 zalen van de Schouwburg. En om 1:55 gaat dat langzaam over in een echt bal met een hele fijne coverband uit Gennep. Die heet ook Van Gennep, dus dat is makkelijk te onthouden. En dat gaat dan tot, ja, we zien wel tot de late duurt. Maar dat is echt het bal. Dus het is boek en bal. Het boek, zeg maar, het vertelfestival. En het bal is een echt bal. Ja. Annie? Dit jaar, of ja, omdat het om verhalen gaat. Ja. En verhalen eigenlijk van lang geleden tot recent uit de regio. Wordt Schouwburg ook ingericht als een soort museum. Het museum van het vergeten verhaal. Ja. De verhalen die zijn geschreven en die worden nu nog geschreven door regioschrijvers. En dat is Landverkuik en Maasduinen. Landverkuik, iedereen kent het, maar dus ook echt uitdrukkelijk de dorpen. Riekevoort, Haps, Mil, Overloon. Overal in elk dorp zijn wel verhalen van lang geleden of wat korter geleden. Verhalen die mensen kennen, die door overlevering bekend zijn geworden. Soms wel waar, soms niet waar. In ieder geval de regioschrijvers zijn met die gegevens en soms zijn dat hele korte krantenberichtjes of alleen maar
dingen uit het geheugen van mensen aan de slag gegaan. En die verhalen die komen dus in... Ja. Om hoeveel schrijvers gaat het, die komen? Weet je het zo? We hebben schrijvers en we hebben vertellers. En soms overlappen die elkaar. Er is een aantal schrijvers die het eigen verhaal vertelt. Maar we hebben ook een aantal mensen die we dus zeg maar, geselecteerd hebben op het feit dat ze heel goed een verhaal kunnen vertellen. Dus we hebben een kleine 20 schrijvers uit de regio die hebben die verhalen waar Annie het over heeft afgestoft. Er een eigen kleur aan gegeven. Mm-hmm. En we hebben dus nog eens zo'n getal aan vertellers die verhalen. Niet vertellen, maar echt voordragen. Maar die dragen dan voor uit andermans werk. Zo zou je het kunnen noemen, ja. Ja. Maar daarnaast, omdat je niet denkt van, oh, dat wordt een middag naar pratende koppen kijken. Tussen die vertellers door is er heel veel muziek. We noemen dat deftig entre-acts. Muziek van muzikanten uit de regio. Soms een troubadour, soms een groter orkest of een band. En het leuke is ook dat sommige verhalen zijn als gedicht gepresenteerd. Maar er worden ook een aantal verhalen worden als liedjes gepresenteerd. Die zijn dus in het bijzonder voor dit festival op lied gezet. Okay. En dat geeft een heel mooie, denken wij, een heel mooie sfeer. Ja. En hoe moet ik me dat voorstellen? Want je zegt het is verdeeld in 5 zalen. Is daar een programma? Zijn alle 5 de zalen tegelijk bezig? Moet je een keuze maken? Hoe zit het? Er zijn, in die 5 zalen, daar worden dus verschillende programmaatjes uitgevoerd. We hebben het geheel, of eigenlijk alles wat er gebeurt, verdeeld in blokjes. Tenminste, zoals het er nu uitziet, blokjes mm-hmm. van een kwartier. In dat blokje van een kwartier worden 1 of meerdere verhalen verteld. Of er is een muziekprogrammaatje. Ja. En om het kwartier wisselt dat. En zo'n blokje wordt ook op een later tijdstip, al of niet in dezelfde zaal, herhaald. Dus als mensen toevallig dat heel graag willen zien en ze willen tegelijkertijd ook dat zien, dan hebben ze de kans om op een ander moment nog dat een keer te kunnen beluisteren. Ja, precies. Dus je hoeft niet bang te zijn dat je iets mist. Je kunt je kunt nooit alles zien, nee? Dus je zult zeker wat missen. Ja? Maar goed, het geeft wel iets meer mogelijkheden om toch zoveel mogelijk te zien. Ja. Hoe komen jullie bij de schrijvers en de vertellers die meedoen? Heb je er een lijstje van of melden ze zichzelf? Ja, hoe werkt dat? Weet je, de organisatie van het boekenbal gebeurt door de stichting De Kneep. Ja. Die is 2 jaar geleden opgericht. We doen het samen met BiblioPlus en de Schouwburg. BiblioPlus had al een schrijverslijst. Sinds De Kneep daar is, zijn wij wat actiever aan het vergaren. En we zitten nu al boven de 100, ik geloof Willem 140 of zo. 134 namen van mensen die zich schrijver noemen, want we hebben een vrij eenvoudige definitie. Iedereen die zichzelf schrijver noemt, het schrijver. Ja, wat moet je anders doen? Ja. En die hebben we dus aangeschreven en daar hebben dus een groot aantal mensen hebben op gereageerd. Het leuke is dat ze dus dit keer een brokstuk kregen waar ze zich in moesten vastbijten. Dus niet hun eigen verbeelding, maar niet uit eigen ervaring of eigen fantasie putten. Mag ik eens een voorbeeld noemen hoe dat heel mooi heeft gewerkt? We zitten hier in de Weijer, je hebt hier de gracht die ook de Weijer heet. En we kwamen in onze zoektocht naar verhalen op een stuit ik op een krantenartikeltje uit het Parool van 1961. En dat ging over Boksmeer. En in Boksmeer was toch wel bijna een drama gebeurd, want een meisje had gezien dat een ander meisje in de Weijer was gevallen. En ze was in paniek naar huis gerend en thuis verteld van, daar ligt een meisje in de Weijer. Nou ja, 1961, wat doet zo'n moeder, die rent naar de burgemeester en die zegt, er ligt een kind in de Weijer, die moet eruit. En de burgemeester die denkt, ik ga zelf niet dragen. Goede raad was duur, besloten werd om de Weijer maar helemaal leeg te pompen. Dus de hele dag heeft de brandweer de Weijer helemaal leeg gepompt en ze zijn van alles tegengekomen, waarschijnlijk ook wel oude fietsen. Maar geen meisje. En op het eind van de dag, misschien was het de burgemeester, misschien was het de secretaris, dacht iemand, missen we eigenlijk iemand?
Boxmeer was nog niet zo groot, dus ze hadden vrij snel door. Nee, er werd eigenlijk helemaal niemand gemist. Nou, dat is een klein verhaal, dat is in een minuut verteld. Maar dat gaan we dus niet op dezelfde manier nog een keer vertellen. We hebben dat verhaal aan John van Raay gegeven. En John heeft zijn tanden erop stuk gebeten. En het is een verhaal geworden, mag ik wel verklappen, waar het icoontje 16 plus bij zou komen, denk ik. Als het een verfilming zou zijn geweest. Ja. En hij heeft er een geweldig verhaal van gemaakt, wat speelt tussen Polen en opnieuw de Weijer. Het heet Stiletto of Stiletto's. En ik alleen al dit verhaal, mensen, is de moeite waard om op 31 maart naar Kuik te komen. Ik zweer het je. Ja, tweede editie. Hangt het nou van deze editie af om te zeggen van we gaan volgend jaar verder? Of hebben jullie al langs dit van nou, de komende 10 jaar zijn we wel onder de pannen met dit evenement? Nee. We hebben wel de datum voor volgend jaar alvast gereserveerd. Kijk, is dat zo? Ja, dat is het niet eens. Ja. Oh. Ja, maar je moet er snel bij zijn met de agendas. Ja, met... Ja. Annie, wat is jouw betrokkenheid? Want Geurt schrijft. Schrijf jij zelf ook? Nee. Tenminste niet op deze manier. Maar ja, ik hou van taal. Ja, dat boeit me. En nou, het vorig jaar was het zo dat... ja, de kneep, dat zijn eigenlijk allemaal Boxmeerse mensen. En dan kom je als cursus aan. Nou, nee, ik kwam niet aanzetten. Ik werd erbij getrokken. Oh. En Peter daar, die er zit, die zei van... Ja, het is allemaal Boxmeer. We willen enkel wel iemand uit Kuik hebben. En nou ja, op een of andere manier... Ja, heb ik me daar toen bij aangesloten. En ik vond het zo leuk het vorig jaar en dit jaar ook. Ja. En ja, ook de contacten met de schrijvers, met de muziekmensen. Ja, het is gewoon leuk om mee bezig te zijn. Dus, ja. En dan heb je de uitdaging om voor volgend jaar voor de derde editie zelf een mooi stuk te schrijven. Nou, dat zullen we nog zien. We moeten eerst maar eens kijken. Eerst die doet maar wel weer mee. Ja. Die doet wel weer mee. Ja. Oké. 31 maart moet ik zeggen, ja. Schouwburg in Kuik, ja. Vanaf 2 uur, half twee binnenlopen, binnen. Ja. Ben je voor een tientje tot 1 uur of 10 s'avonds onder de pannen. Ja, voor een tientje en je kunt nu al kaartjes bestellen, schouwburg.nl en vanaf volgende week ook bij de plaatselijke boekwinkels. Ja, en als ik halverwege het programma een keer ongelooflijke honger krijg, heb ik wel last van. Dan kun je in de Schouwburg vanaf 1 uur of 5 een heerlijke Schouwburghap tegen een betaalbare prijs nuttigen. Dus alles geregeld. Ja, maar misschien ben jij in de afgelopen 30 jaar ook nog nooit in de Schouwburg geweest. De Schouwburg wel. De Schouwburg in de sporthal wel, denk ik. En de Schouwburg ook, maar niet bij het boek en bal. Dus wie weet gaan we daar... Je bent van harte welkom. Ja, goed zo. Oh, we hebben nog 2 VIP's, Herman. Dat is wel leuk. Emil Roemer komt ook vertellen. Die hebben we gestrikt. Die komt ook een aantal leuke verhalen vertellen uit eigen koker. Regionale verhalen, tenminste. Ja. En René Bastiaans, ik weet niet of jullie die kennen, maar die is directeur van Brabants Historisch Informatiecentrum, oftewel het archief. Ja, je kan ook bekend, wel vertellen volgens mij. Hè? Hele lange man, bekend van de tv-programma De Wandeling. Ja. En die hebben ook een paar leuke verhalen gegeven en die komt dat met smaak brengen. Ja, nou, ik ben benieuwd. Wie weet kom ik... De muziek, dan moet ik even vertellen. Ja, Geurt zei straks... Ja, we zijn nou toch bezig. Ja, ja. Nou zit ik hier toch. Wat betreft de muzikale onderbrekingen, het accent ligt natuurlijk op de verhalen, de vertellers. Maar Zand en Grind uit Boxmeer, die komen met 8-9 man om tussendoor te zingen, te spelen. Ja. De Prat op Plat band uit Oefeld, Mia Dekkers uit Overloon, Ger Keizers uit Kuik. Geurt, die zit in het programma met zijn verhalen en zijn liedjes en... Dus er is van alles te doen. Ja, het wordt gewoon een mooie middag. Een hele dag vertier. Ja. Zeg, voor een tientje ben je onder de pan. Dan ben je helemaal onder niks de pan. Een tientje. Ja. Ja. Leuk dat jullie er waren. Dankjewel voor de komst en succes op 31 maart. Dankjewel. Dankjewel. Veel te zien. Welkom. Dit is niet zo dichtbij. Dat heb ik zo'n hekel aan. Wij liggen elkaar wel. Ja, dat valt nog te bezien over een kwartiertje of dat nog zo is. Hè? Ik zie al dat ik iets vergeten ben. Ja, vast wel. Ik heb heel veel in mijn hoofd zitten. Pierre, ik ook. Oh, dan kom ik alleen in beeld en dat wil je ook niet, hè? Ja, dat trekt het in ieder geval geen kijkers. Nee, dat, ik zit toch graag een beetje op veilige afstand van jou vandaag. Pierre, stenen stapelen. Daar gaan we het over hebben. Toch? Ja, ik vind het prima. Ja, maar je zit niet prima. Dus, nou ja, goed, voor de mensen die jou niet kennen, ik kan het me bijna niet voorstellen. Bekend als... Ik heb alvast één vriend.
Bekend als de rondebaas van Daags na de Toeren. Ja, ja, ik kom eind juni ook nog. Ja, je moet me nog uitnodigen. Eind juni, ja, net erop. Dus, ja. ja, misschien wel iemand anders. Dat weet je niet. Hè? Dat weten jullie het alvast. Nee. Ja, groot nieuws. Jij hebt een paar weken geleden een bijeenkomst georganiseerd met mensen uit de vastgoedwereld, makelaars, projectontwikkelaars, gedeputeerde Erik Vermeerenboer was erbij, wethouders waren erbij, een hele grote groep. Want jij had een boodschap. Ja. Jij zei van, er moet gebouwd worden. Ja. Ja. Waarom? Ja, ik mocht het niet te laat maken, zei je. Maar er is gewoon een hele grote behoefte aan woningen. Recentelijk hebben we de rapporten gekregen dat er in Land van Kuik behoefte is aan 4000 woningen. Ja. Ik zelf had ook wel de indruk dat er heel veel vraag naar woningen was. Omdat wij zeg maar, kleinschalig wat projecten doen. En ik word ongeveer dag en nacht gebeld voor woningen. Maar goed, dan kan ik alleen vertellen wat mij ter oren komt. Maar als ik regionale makelaars hoor met projecten in plaats als Kuik en Boksmeer en in Graaf, is er een enorme vraag. Ja, er moet gebouwd worden. Voor welke groep dan specifiek? Ja, eigenlijk alles. Ja? Dan, weet je, instap en koop en iets duurder en huur en tussenfases en noem het maar op. Ja. Maar het probleem van het Land van Kuik is het probleem wat in heel veel provinciale gebieden speelt, is een krimp. Mensen trekken weg en mensen die helemaal weg zijn, die komen niet meer terug. Ja, en dat is de jeugd en die hebben het over wit weg als het woord krimp valt, dat weet je. Ja, daarom zeg ik maar het als ook. Je ergens mee triggert, is het woord krimp. Ja, ik vind het gewoon onzin. En ik neem het je ook kwalijk dat je het woord weer in de mond neemt. Ja, daar hebben we zelf toch in de hand. Nou ja, de weet ik niet of wij dat zelf in de hand hebben. Wat ja, dat denk ik wel. Alle mensen die altijd zitten te zeuren over de 70% die gaat, ja, zorg dat ze niet hoeven gaan. Als ik kijk, overigens, jij was ook bij die bijeenkomst op mijn persoonlijke uitnodiging, dus je kunt het bevestigen. Als je bijvoorbeeld van de voorzitter van de Industriële Kring van Land van Kuik in Noord-Limburg hoort, ja, dat is enorm. Maar er wordt hier, daarna hebben we nog een rondleiding gehad bij MSD. Daar wordt 500.000 geïnvesteerd in Kuik bij Danone, bij Marel, bij VTS. En die mensen die kunnen hier gewoon niet wonen. Gezinnetjes die in Rotterdam komen met kinderen. Maar die krijgen hier het advies om in Lent te gaan wonen. Dan denk ik, ja, waar zijn we in godsnaam mee bezig? Ja, dus die mensen moeten hier naartoe? Nee. Ja, nee, die moet hier niet meer over krimp hebben. Krimp is een feit. Ik bedoel, je kunt een lelijk woord vinden, maar het is een feit. Hè? Kijk maar naar de cijfers, de jeugd trekt weg. Ja, maar als je kijkt dat er zoveel vraag is naar woningen. Kijk, ja, daar word ik helemaal kriegel van. Daar staat die bestuurder die mij zegt van, Pierre, heb jij een idee wat we met de scholen zouden moeten doen als die leeg staan? Ja, dan. Ja, ik mag het van Harriet niet zeggen, maar dan zak mij de box van de kont. Ja. Dan denk ik, dan ben het ook bestuurder. Daar staat het paard achter. Nee, ja, nee, maar goed, hij is ervoor gekozen. Maar om ervoor te zorgen dat je de mensen voldoet hier. Dat er woningen gecreëerd worden. En dan wordt het niet. En ik zeg niet dat er niks gebeurt, is best wel een hele hoop gebeurd. Maar er is nog veel meer vraag naar woningen. En ik ben niet de enigste. Ik ben er niet uitgepraat. Ja, ik ben naar Van Merrienboer. Maar ik had een gesprek met, een prima gesprek met wethouder Stevens overigens. En waarin hij zei van, ja Pierre, maar het is allemaal niet zo makkelijk wat jij zegt. Ja, ik zei, hoezo is dat niet makkelijk? Nee, ja, een paar weken geleden was Erik van Merrienboer nog hier, de gedeputeerde van Wonen en Financiën van de provincie. Zo, ja. Had hij er ook iets mee te maken? En dat zal ik zeggen. Nou ja, goed, ik zal het verhaal besparen. Ja, zo'n flauwe kulman. Zo heb ik het ook letterlijk tegen hem gezegd. En ik zeg, ik had er wel bij willen zijn. Ja, 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 ja. Ik zeg, nou, ik zou die man wel een keer willen spreken. Ja, belde hem zelf. Dus ik naar Den Bosch toe, dus met alle criticasters van krimp en hier, wat jij net allemaal zit te beamen.
een prima gesprek gehad met die man. Die secretaresse zei nog, meneer, ja, want je moet om 8:45 zijn s'morgens en je hebt maar tot 9:30. Nou luister vrouwke, ga er maar vanuit als ik deze kans krijg dat ik om 7:30 al voor de deur lig voordat hier één oog open gaat. Maar je weet... ik heb een uur en een kwartier met hem gesproken en in het gesprek zei hij ook van ja inderdaad, maar ja, hoe moet dat dan? Ik zei, dat weten we wel, dat weet ik niet alleen. Maar het is niet zo dat ik alleen hier de wereld kan verbeteren. Maar goed, uiteindelijk zei hij, nou nodig mij uit met al die mensen. Nou, dan kom ik op het gesprek of de bijeenkomst waar jij was. Ja. Hij is daar geweest en er is over gesproken. En iedereen beaamt wel vanuit het bedrijfsleven van, wij zoeken mensen. Er moeten mensen bij ons komen werken en die moeten ergens wonen. Dus er moet gebouwd worden. Ja, maar je zat al zelfs bij. Ja. Hij zei contingent, hoezo contingent? Mensen stellen vragen over de contingent en de 70-30 rekening. Ja. 70%. Jij bent er niet uitgebracht. Ja, 70% inbreiding. Ja, maar ik moet wel even uitleggen, want de mensen... Je stond erbij, waar contingent? Ja, even voor de mensen in de zaal die niet weten wat een contingent is. Dan neem ik even een slokje. Ja, dat doet het maar. Contingent was uit het verleden het maximaal aantal woningen dat een gemeente mocht bouwen. En nu blijkt... Wat die bijeenkomst ook bleek, dat mensen niet weten dat die contingenten niet meer bestaan. Jullie kunnen gewoon aan de slag. Ja, maar dat is toch raar? Dat mensen dat niet weten. Ik ben maar gewoon boerenmanneke in Land van Kuik geboren in zijn dagen. Dat ik die hele zaak moet mobiliseren, omdat die bestuurders in de hele regio erop te wijzen dat er geen contingent meer is. Maar ben ik gek of ben ik gek? Als er nu gebouwd moet worden, waarom is er dan... in het verleden niet gebouwd. Waarom moet er nu gezegd worden van... Ja, en nou moet ik allemaal met vingers gaan wijzen naar mensen. Nee, ik wijs naar niemand. Ik vraag nou, wat mij dan veel steekt is dat wij jarenlang moeten horen... En iedereen praat elkaar na. Ja, we moeten niet gaan bouwen. Maar het zijn dan bestuurders en politici... en die wijzen aan de bleekstrand. Dat is toch de waanzin ten top. Laat de markt zijn werk doen. Ja. Maar laat ze gewoon gaan bouwen. Als er geen behoefte is aan luxe villa's, dan worden ze niet verkocht. Dan gaan ze vanzelf huurappartementen, woningen of rijtjeswoningen te huren bouwen. Ja. Waarom al die bemoeizucht? Maar waarom schrikt dan nu iedereen wakker om te zeggen van we moeten gaan bouwen? Terwijl dat eigenlijk de behoefte, die was er al veel langer. Hè? Ik kan het voorbeeld geven van mijn eigen zoon. Die op zoek was naar... Luister wat hij nu zegt. Die op zoek was naar een woning in het Land van Kuik. Ja. Een betaalbare woning. Nou, die jongen die begint net met werken, dus die heeft geen bakken met geld. Papa ook niet. Ja. Dus een sociale huurwoning, daar kwam je niet tussen, want er zitten 100 wachten ervoor hem. Huren in de particuliere sector, dat kost hem 800-900 euro per maand. Dat heeft hij ook niet. Dus die jongens die... Deze had het geluk dat papa wel kon helpen, maar er zijn er heel veel die trekken dus weg. En ik bedoel maar, dus vanuit het verleden blijkt dat er al heel lang die behoefte is. En nu... schrikt iedereen pas wakker van, hey, we moeten wat gaan doen. Ja, maar beste heer, maar je heeft zelf het antwoord op de vraag die je me net stelt. Waarom trekt dat 70% weg? Omdat er geen woningen zijn. Werk is er genoeg. Ja, maar waarom zijn Maar ik heb genoeg mensen aan de telefoon uit Rotterdam en Den Haag. Die hebben een droombaan gekregen bij Danone en zij is OK-assistente. Ja. En we gaan hier uiteindelijk wonen met een kindje van 3 en 5 in Lent. Maar als die behoefte er altijd al was, waarom is er niet gebouwd dan? Ja, luister, er zitten hier genoeg in de zaal die er ooit verantwoordelijk voor waren. Vraag het hun. Maar ik heb er eigenlijk niet zo'n zin in om naar al die mensen te gaan wijzen die ik ook iets kan verwijzen. Eigenlijk word ik een beetje scheidziek van. Dit is eigenlijk ook flauwekul dat we hier zitten. We moeten toch allemaal de mouwen opstropen en beginnen en niet een beetje met de vingers naar elkaar gaan zitten wijzen. Nee. Maar, nou ja, sorry. Nee, dat zag ik dat je er nog op terugkwam, ja. Ja, je bedoelt het ene zinnetje wat die staat. Doen we straks, doen we het op het eind. Want anders dan ben je nou al boos, dan willen we niet hebben. Hè? Jullie hebben een... hij krijgt nou al warm. Je weet dat we om 6 uur eruit moeten hier, hè? Ja, de Maaslijn. We zitten op iemand te wachten. Ja, maar die staat nou op het station, dus dat komt allemaal goed. Ja, was pas ook niet zo netjes van mij naar Erik. Waar is hij? Gij moet meer met de vuist op tafel slaan. Maar goed, ik ken Erik Ronders al langer. Maar dat meen ik wel. Ja. Bel ik hier naar de NS en zeg dat je hier 2 weken lang iedere morgen om 8:30 spoorwiels op de rails gooit. Dan krijgen we in ieder geval aandacht die we nodig hebben. Ja. We hebben er godverdomme al 35 jaar over dat hier iets met die Maaslijn moet gebeuren. Nou, stellen ze het weer 4 jaar uit. Ja, maar daar gaan we het straks over hebben. We hadden het nou over de huizen. Dat is mijn volgende project. Ja, precies.
bij die bijeenkomst. En de doortrekking van de A77. En, ja, en de woning nood in Eindhoven. Hier kunnen we veel goedkope woningen aanbieden. Laten we niet, nou niet te lang lullen en ermee beginnen. Maar goed, er is naar aanleiding van die bijeenkomst is er een zogenaamd scrum team opgezet. Waar bestaan de mensen van het... Wie is het scrum team? Wie zit er allemaal in? Een aantal leden van de vastgoedsociëteit. Ik ben eigenlijk op persoonlijke titel naar Erik van Merjenboer gegaan. En toen had ik een supergoed gesprek met hem. Ik denk, ja, hoe moet ik dat allemaal doen? Ik heb het al zo druk. Ik heb Harriet beloofd meer van het leven te gaan genieten. Dat lukt ook niet helemaal. Dus de hulp van de vastgoedsociëteit ingeroepen. Nou, een aantal leden daarvan, die zitten daar ook in. Volgende week, ja, opletten, 27 februari is het volgende gesprek al. Ja. Met de wethouders hier uit de regio. Want je zat erbij. Die zeggen, nou ja, kom dan maar. Ja, wij willen komen. Op die bijeenkomst waren 80 mensen die wilden. Dan gaan we hier links en rechts in de gemeente over 60 woningen zitten leuteren. Dat is nog geen één woning per persoon die er was. Die willen gewoon die 4000 woningen. Er zijn heel veel mensen van de leeftijd gemiddeld die hier zitten. Ik neem me niet kwalijk dat ik het zeg. In die zin, maar die zeggen ook, god Pierre, we willen eigenlijk ook wel investeren. Ik heb 10.000, ik heb 300.000. En ik ga er eigenlijk ook wel een hekel aan dat ik dat geld hier naar die plaatselijke banken breng. En dat het allemaal geïnvesteerd wordt in kaalverslachterijen in Brazilië voor 0,75%. En hier onze kinderen geen hypotheek krijgen en als we het krijgen voor 3%. Dat kan eigenlijk toch ook niet. Dus die zeggen, ik doe dat niet meer. Maar breng me in contact met die mensen die hier willen investeren in woningen. En wij stoppen er geld in. Ja. Dat is 80 man, hè? Maar dat zijn de mensen die zitten... Nee, dat was 80 man, ja, nee, maar die zitten ik zat er niet alleen. Die zitten niet allemaal in dat scrum team. Het scrum team, dat is een groep. Nee, maar die hebben we allemaal nodig. Daar hebben we iedere dag contact mee. Tuurlijk heb je ze nodig, maar je hebt er nu een groep mensen die gaan duwen en trekken om het voor elkaar te krijgen. En dat gaat gebeuren. Dat gaat gebeuren. Want de bereidheid is er. Je hebt het zelf gehoord wat de wethouders zeiden. Ik betreur net dat de ambtenaren er niet bij waren. Want dan horen ze het ook een keer uit onze mond. Maar ja, ik geloof niet dat het aan bereidwilligheid ontbreekt. Van alle partijen. Dus dan is het anders dan het ooit was. Ja, dat klopt. Ja. Nou hebben we hier in Boxmeer de politieke partij PK. Jou niet onbekend. En die zei van, ja, maar die Pierre Hermans, die heeft een dubbele agenda. Die heeft grond genoeg waar die kan bouwen. En die had een beetje boter op zijn hoofd. Hij heeft het zelf nooit gedaan. En nu begint hij in één keer te roepen. Ja, je collega Joost, die ontlokte mij toch wat uitspraken. Maar het wordt dus tijd dat ze stoppen met vergaderen. En een beetje voeling met de praktijk krijgen. Ik heb het advies, ga ook eens een keer bij de voorzitter van de Initiële Kringland van Kuik en Noord-Limburg buurten. Ga eens luisteren wat hij zegt. Mm. Ik denk straks, ik moet er nog eens even lezen. Blijkbaar heb ik niks gebouwd. Ik zit er niet om voor mijn eigen parochie te preken. Maar de laatste 5 jaar hebben wij wel 60 woningen gecreëerd. Maar volgens de PK is dat niks. Dat is ook niks in vergelijking met die 4.000 tot 6.000. Maar ze noemen wel mijn naam persoonlijk. Ja. Maar goed, ik heb ze uitgenodigd voor een gesprek. Daar hebben ze wel op gereageerd. Heb gezegd, geef mandaten aan. Volgende week. Maar daar heb ik niks meer over gehoord. Dus ja. En ik heb niks tegen die mensen. En ik ben ook niet echt politiek gebonden. Maar als je dat niet zegt, dan vind ik ja. Luister, hun zeggen er weer onzin uit kramen. Gaan dus tegen al die 80 mensen die er waren, die bereid zijn om iets te doen, gaan hun een briefje schrijven. Maar een beetje, ik zal het woord niet gebruiken. Schrijven ze een briefje over een paar plekken en dat is dan hun spierpunt. Nou, vind het gek dat je in de oppositie zit. Dat moet terug. Had ik misschien niet mogen zeggen. Het mag hier alles zeggen. Ja, mag hier alles zeggen. Maar... Misschien al te veel gezegd, maar snap je dat mensen... kijk, je hebt natuurlijk het typische geval van degene die zijn nek uitsteekt. En je weet wat er in Nederland gebeurt. Iemand die zijn nek uitsteekt, die gaat de kop eraf. Ja. Snap je, in dat licht dat mensen ook zeggen van... Ja, maar Pierre die heeft een dubbele pet op. Die heeft grond, die wil beginnen. En ja, die heeft dit nodig. Maar, die wil beginnen. Wij zijn toch bezig? Ja, wij zijn daar aan het bouwen. Tempo, ik zit net te zeggen, dat hebben 60 woningen. Ja, maar het tempo moet omhoog. Nee, dus het slaat nergens op.
Ja, ben je ook lid van de PK? Nee, dat kan ik toch niet alleen? Nee. Maar ze richten zich toch ook op al die anderen? Ja, daar kan ik eigenlijk boos om worden. Als ik zo doorgaat, dan stop ik. Nee, dat is een grapje. Ja, maar dat is toch niet stoppen. Maar zo blijf je toch allemaal met... Dit zijn toch alleen maar tegenwoordig op de balans, op de mannen spelen, niet meer op de bal. Ja. Kijk in Den Haag wat er allemaal gebeurt. Als je toch ooit ziet, dan schaam je toch de bal uit de broek wat ze elkaar allemaal zitten te verwijten. Zijn onze 150 volksvertegenwoordigers. We zijn hier godsnaam mee bezig. Ja, niet met Land van Kuik. Deels wel. Ja? Ja. Nee, maar dan zou ik Erik tekort doen. Ja, oké. Ja, ik ga me er echt boos over maken. Want, ja, dat mag goed, ook. Stop er maar over. Ja. Pierre, 6000 woningen. Ja. Wanneer moeten die staan? Even, dat we dat wel niet verkeerd begrijpen. Het zijn niet mijn woorden, maar een aantal, en dan die toch wel iets in een mars hebben, die zeggen 2030, dat zou in 2025 al gerealiseerd kunnen zijn. Ja, dus dat betekent... Ja, je zat er toch bij? Ja. Ja, nou maar dat is natuurlijk allemaal makkelijk gezegd. Ja, maar ze willen vooruit. Ja, anders gaan ze naar Veghel toe of gaan ze naar Uje toe. Die zitten toch niet op het Land van Kuik te wachten? Maar kan wel wat jullie willen. Ik bedoel, we horen allemaal de verhalen van de aannemers die geen personeel kan vinden. En die geen materialen kan krijgen en niet vooruit kan. Daar krijg je toch ook mee te maken? Ja. Ja. Ja? Ja. Of niet? Ja. Luister. Er zijn al 1000 redenen bedenken waarom iets niet kan. Ja. Maar, en er zijn er al 100 om het wel te doen. Laten we ons nou richten op degenen die bereidheid hebben. En dan niet weer daar meteen overheen gaan staan te zeiken. En zeggen van hoe kan dat en hoe willen ze dat. Maar dan, ik denk altijd in kansen. En ik wil best discussiëren. Daar geef ik ook helemaal niks om. Daarom ben ik nu ook hier gekomen. Ja. Maar dat is toch hetzelfde als met de wielerronde. Ik bedoel, ik wil niet mijn eigen op de borst slaan, maar zei het gaat gewoon door, punt. Ja. De ram, dus werken. En het gaat door. En dat heerst er nu ook. Ja, ik kan je nog wel 5 A4'tjes aanreiken waarom het niet kan. Ja, maar jij gaat het doen. Nee, dat zeg ik, dat kan ik niet alleen. Nee, maar... als je dat mij vraagt, dan hebben we ooit een brief. Maar dan zit ik over mezelf te praten. Nee, maar goed, we gaan dat doen met de vastgoed. Begrijp, als ik zeg jij gaat het doen, jullie gaan het doen met alle mensen die betrokken zijn en die er schouders onder willen zetten. En, nou, mooi plan. Ja, hoef niet zo kwaad te kijken. Nee, jij bent de knapste. Nee, aan ons zal het niet liggen, maar aan de bestuurders ook niet. Dus waar hebben we het enkel? Wat zitten we hier eigenlijk te doen? Ja, zorg dat we de mouw opstropen en werk aan de winkel. Ja. En zorgen dat het er komt. Wat is het eerste project dat van de grond komt? Ja, ik moet zeggen, vanuit Kuik en ook de burgemeester persoonlijk, die zei, ook al toen ik naar Van Merjenboer ging, ja, voor ons... wij voelen ons dan niet. Wij delen niet jouw mening. Oké, daar hadden ze een reden voor. Nou ja, een beetje. Laatste appje wat ik van een bestuurder kreeg. Is dat ze ruim 1000 met 1300 woningen concreet bezig waren. Dus nou, dat vind ik heel wat. Maar dat is nog te weinig. Ik heb ook tegen Peter Stevens gezegd. Want. Als het dan gaat over eigenbelang en een dubbele agenda, dan kom ik er toch maar een keer op terug. Ik heb het tegen Peter gezegd, maar als jij zeg maar achter de A73, van hieruit aan die kant, van de Sint-Antonisweg, mij belooft dat je er in 5 jaar tijd 600 woningen gaat bouwen, wie dat je dan ook laat doen. Maar dat is de bulk hier, van die in de vastgoedsociëteit zitten. Oost- en vastgoedsociëteit zit alles wat met de bouw te maken heeft een Land van Kuik in. Die zijn best bereid om net een pas op de plaats te maken. En natuurlijk willen ze hun graantje daarvan mee pikken. Dus dan gelden de eigen belangen niet. Dan vinden wij dat prima. En mij maakt het ook niks uit. Ga 1000 woningen in Gassel bouwen. Ja. Of ga 1000 woningen in Vorten bouwen. En de middenstand en de industrie, iedereen zegt ja, super vastgoedsociëteit, super beheer. Maar het moet er gewoon komen, zijn we allemaal mee gebouwd. Ja. En och, garm, dan krijg je allemaal van die opmerkingen van jou, ik zal het voorzichtig zeggen. Mensen die reageren op de journalist, denk je, ja, ga toch weg, man. Ja. Ga toch iets zinnigs doen. Maar wij zijn er klaar voor. Ja.
En als ik het niet doe, dan weet ik zeker dat er tientallen anderen zijn. Dus we moeten gewoon aan de slag. Gewoon aan de slag. En dan nog een paar andere dingen die moeten gebeuren als afsluiting. De woningen, die gaan er komen. Die gaan jullie bouwen. Straks gaan we het hebben over de Maaslijn. Dat er als een sodemieter iets moet gebeuren. Ja. De A73 moet verbeterd. En de A77 moet doorgetrokken. Er moet... Maaslijn. Er moet op sportgebied van alles gedaan worden. Vertier, daar hebben we daags naar de Tour. We moeten een boek en bal hebben. Er moet genoeg zijn voor de mensen die hier komen wonen. Ja. Om het nou zin te hebben. Ja, maar net als die turnhal bijvoorbeeld. Hè. Dan, die komt dan uit eigen gelederen. Het is niet de mijne. Daar hebben we dan een hoop geld aan uitgegeven. Prima. Maar als wij niet zorgen dat er woningen komen. Dan rijden wij met z'n allen voor 10, 20 jaar. Maar er al later, dan smiddags om 2:30 in. En vanaf 3:30, ja, u lacht mevrouw, maar ik zweer het u, vanaf 3:30 gaat het licht uit en dan komt er niemand meer. Dan moeten we toch met z'n allen zien te voorkomen. Pierre, moeten toch zorgen dat er huizen gebouwd worden met slaapkamers erin, tweepersoonsbedden en dat er gewerkt wordt, dat die wiegen gevuld worden, dat die scholen gevuld worden, dat er woningen komen. En dat is mijn boodschap. En ik wil één ding niet, dat we jou over 15 jaar in de ringen in die sporthal zien hangen. Zullen we afspreken en dat er jeugd in zit. Ja, goed zo. Ik wens jullie heel veel succes. Maak je niet te druk. Dan komen we dan met dik voor elkaar. Ja. Goed zo. Dankjewel. Dankjewel voor jouw komst, Pierre. We gaan even kijken of we de rumoer in de zaal een beetje gedimd kunnen krijgen naar zo'n belangrijk onderwerp. Want we hebben het hier ook over een heel belangrijk onderwerp. Pelle, welkom. Want jij hebt echt alles op alles moeten zetten en alles werkte mee, hè, met de Maaslijn, wonder boven wonder. Het werkte een keer mee, ja. Ja, precies. Laura, ook welkom. Ik ga jullie even kort introduceren. Laura, jij staat op de lijst voor de Partij van de Arbeid voor de provinciale verkiezingen op plaats 5, zeg je dat goed? Ja, klopt. Ja. En Pelle, jij moet me even helpen. Ik weet, jij maakt je vanuit de provincie heel erg druk over de Maaslijn. Maar wat is jouw bemoeienis met de provincie precies? Ik ben medewerker van de Partij van de Arbeid in Brabant. Maar die Maaslijn kwam net iets anders tot stand. Want ik ben ook bestuurslid van de jongerenvereniging van de Partij van de Arbeid. En Lotte uit Venray, die belde mij laatst op met de boodschap van... Hey, we moeten hier echt iets aan dat treinlijntje gaan doen, want het werkt allemaal niet mee. Dus die kwam met het idee, we gaan fietsen. Want soms werkt die trein... Ja, heel vaak werkt het gewoon voor geen ene meter. Ik bedoel, ik kwam hier ook weer heen met de trein. Ik was wat vertraagd. Het stond bomvol. Er moesten echt mensen op het station achterblijven, omdat het gewoon die trein vol zat. Vanmiddag weer. Vanmiddag weer, ja, ja. Net nog. En dus Lotte belde mij van, hey, we moeten er wat aan gaan doen. Wat kunnen we eraan doen? Zij stelde voor, we gaan fietsen. Nou, dat vond ik een hartstikke leuk idee. Heel grappig, heel ludiek. Het spreekt terug tot de verbeelding. En toen hebben we gekeken van hoe kunnen we nou ervoor zorgen dat de politici in Den Haag en in de provincies nou eindelijk eens gaan zien van dit is echt een probleem, dit moeten we oplossen. Dus ik heb vervolgens gedaan, ik heb onze lijsttrekkers uit Brabant, Gelderland en Limburg uitgenodigd. Ik heb Lodewijk Asscher via te pakken gekregen om te vragen of ze mee willen fietsen. En ik heb vervolgens ook de politiek op de haren gezeten van hey, ga nou eens kijken hoe kunnen we dit probleem oplossen. Dus op die manier ben ik betrokken, ga ik bij de Maaslijn. Ja, ja, precies. Even voor de mensen die het niet weten. Jij komt oorspronkelijk uit Nijmegen. Hè? Je vertelde straks, jij studeert daar, dus je woont er weer. Ja. Maar jouw vader is Paul de Pla. Paul de Pla was wethouder in Nijmegen, is inmiddels burgemeester in het mooie Breda. Ja. Dus de politiek is jou een beetje met de paplepel ingegoten. Je hebt nog een oom die heel actief is in de politiek. Dus in die zin verbaast het niet dat jij hier zit, zou ik bijna zeggen. Ja, bij mij is het wel gelukt. Met mijn broertjes, tenminste, dat is wel grappig. Want vroeger was het heel erg een bepaalde afkeer van de politiek. Mijn vader zei altijd voor de grap tegen zowel mij als tegen mijn broertje, als tegen mijn broer van, hey, jullie gaan later de politiek in. Ja. En wij waren allemaal van, nee, dat willen we niet. Dat is saai, dat is iets voor oude mensen. En daarbij zie je dus dat bij mijn broertje en mijn broer, die zijn helemaal de politiek niet ingegaan. En bij mij is er op een gegeven moment toch iets gegaan van, hey, er gaan dingen mis in de wereld. Ik wil wat aanpassen, ik wil mijn steentje bijdragen, zodat we in Nederland en ook iets doen voor Nederland. Ja. En daarbij is dat dus bij mij wel goed gegaan, zou je kunnen zeggen, tenminste vanuit de opvoeding. Ja. Ja. Laura, de Maaslijn is een drama, hè? Dat weten we allemaal. Daarom ga ik altijd met de auto en dan sta ik op de A73 in de file. Kom je ook niet op tijd aan? Kom je ook niet op tijd, dus het is eigenlijk het is allemaal niks. Maar de Maaslijn, jij wil je daar ook voor inzetten als jij gekozen wordt
in de Provinciale Staten op 20 maart. Absoluut. Ja, ik heb zelf ook heel veel met de Maaslijn gerezen, nu nog steeds. Reis ik veel met de Maaslijn. En ik had laatst nog een keer dat er gewoon 3 keer achter elkaar een trein uitvalt. Zodat je gewoon een uur later op bestemming aankomt. Dat kan gewoon niet. Je moet gewoon zeker kunnen zijn dat je openbaar vervoer goed werkt. Ja, ik hoorde vandaag mensen die moesten 7 toetsen inhalen. Ja, omdat ze bij alle 7 te laat waren gekomen op school. Ja, dat zijn toch verhalen. Dat is toch schandelijk? Ja. Ja, ik weet zelf nog, toen ik studeerde, nam ik altijd gewoon 2-3 treinen eerder om dat dus te voorkomen. Want je wist dat het vaak fout was. En ja, je wil gewoon niet halverwege een tentamen binnenlopen. Ja, na een kwartier word je ook niet meer binnengelaten. Dan willen ze de rest niet meer storen. Je wilt gewoon niet dat je te laat bent. Ja. En het zou niet mogelijk moeten zijn. Nee. Nou is er op dit moment in één keer heel veel aandacht voor de Maaslijn. Lodewijk Asscher is geweest. Ja. Morgen hobbelt Annemarie Spierings van D66 hier in Boksmeer rond. En die gaat ongetwijfeld, vindt hij ook wat van de Maaslijn. Ja. Nou is wel zo dat wij afgelopen week in de krant een tekening hebben gehad waarin alle knooppunten in Brabant wat het openbaar vervoer betreft opstonden. Ja. En er was 1 enorme witte vlek en dat was het Land van Kuik. Ik vond het ook behoorlijk schandalig, ja. Het was schokkend, hè? Maar dan denk ik van ja, komen nou al die mensen in één keer zich bemoeien met de Maaslijn omdat de verkiezingen eraan komen en na 20 maart zien we ze niet meer terug? Of wordt er nou een keer echt serieus werk van gemaakt? Nou ja, als ik gekozen word, dan blijf ik er dan nog steeds werk van maken. Want ik moet nog steeds van die Maaslijn gebruik maken. Dus ik weet hoe het is. Kijk, heel veel anderen zullen misschien zoiets hebben van ja, je hoort het af en toe. Maar ja, als je elke keer zelf moet staan omdat de trein al in Boksmeer vol zit. Of dat die trein niet vertrekt of vertraagd is. Dan blijft het wel bij je spelen dat je denkt van hier moeten we gewoon echt iets aan doen. Ja, en Pelle, wat zou er moeten gebeuren om het te verbeteren? Nou, volgens mij moet er ten eerste een dubbel spoor komen. Dat lijkt me heel belangrijk. Maar ook de elektrificatie van het spoor is gewoon heel erg belangrijk. Je ziet gewoon dat Arriva nu met verouderde toestellen rijden die op een eind lopen, die blijven maar uitvallen. En daarbij nog even om terug te komen op jouw verkiezingenverhaal. Want natuurlijk speelt dat mee. Maar Lotte die belde mij. En het is heel grappig, want Lotte is iemand dit ging haar echt aan het hart. En elke keer op het moment dat iemand de verkiezingen noemde, werd ze oprecht boos. Dus op het moment dat Lodewijk Asscher op het station stond en noemde van ja, we willen na de verkiezingen ons hart gaan maken. Dingen. Ze werd oprecht boos. Ze tikte me aan en werd oprecht boos op mij dat de verkiezingen hierbij werden betrokken. Want het gaat niet om de verkiezingen volgens haar. Het ging heel erg om om het oplossen van het probleem. Ja, maar we hebben nu Arriva die met treintjes die niet werken rijdt. Daarvoor hadden we Arriva. Het is natuurlijk een probleem niet van dit moment. Dus het probleem dat al 20, 30 jaar misschien wel speelt. Ja. En daarom zeg ik van ja, nu is het in één keer een item. Zitten we hier dan over 10 jaar weer van er is niks gebeurd en wat moeten we doen? Dat hoop ik niet. Nee. Dat hoop ik niet. Ja, je ziet dat de staatssecretaris inderdaad, zoals je net al aangaf, een stuk heeft online heeft gezet over hoe ziet ons openbaar vervoer eruit in 2040. Maaslijn wordt niet eens genoemd, omdat ze zegt heel simpel van ja, de problemen zijn in vergelijking met een paar jaar geleden een stuk minder geworden. Oh. Natuurlijk zijn die problemen een stuk minder geworden. Mensen gaan niet meer met de Maaslijn, omdat ze wel klaar zijn met die vertraging. Ja. Dus ik hoop heel erg dat we hier over 10 jaar in ieder geval niet zitten. Nee, maar er wordt nou gezegd bijvoorbeeld van wat je ook aangeeft, hè, de elektrificatie moet er komen. Nou, die komt er ooit. De verdubbeling van de spoorlijn moet er komen. Die komt er ook alleen dan maar op een beperkt aantal stukjes. Moeten we niet met z'n allen inzetten om te zeggen van we gaan niet meer 10 jaar wachten. Het moet gewoon volgend jaar moet het proces beginnen. En wat kunnen jullie daaraan doen om het te versnellen, om het te verbeteren? We moeten gewoon met de 3 provinciën gaan praten. Want dat is dus ook een van de knelpunten. Dat wanneer je met 3 provinciën praat, eentje is dan hoofdverantwoordelijk. Wie neemt het voortouw? Betaalt iedereen zijn gedeelte? Want dat is ook belangrijk natuurlijk. De ene provincie zegt, ja, maar ik wil maar zoveel bijbetalen. En als die zegt van ja, maar bij ons kan het nu begrotingstechnisch niet. Dan heb je al een gat in je begroting en gaat het helemaal niet door. Dus we moeten gewoon echt die 3 provincies op 1 lijn krijgen en ervoor zorgen dat ze alle 3 betalen en zich aan de afspraken houden om die Maaslijn dus een goede, betrouwbare openbaar vervoerslijn te kunnen laten zijn. Wanneer zou dat wat jou betreft gerealiseerd moeten zijn? Nou, het liefst zo snel mogelijk. Ja, als we ze aan tafel kunnen krijgen dat ze volgend jaar al of dit jaar kunnen beginnen en dat we volgend jaar al de eerste verbeteringen hebben. Ja, in die zin is het dan belangrijk dat je straks na 20 maart mensen in de Provinciale Staten hebt zitten die ook gewoon hier uit het gebied komen. Ja,
Ik vind van wel dat het belangrijk is dat je gewoon in de Staten gewoon een goede representatie hebt van heel Brabant. Want Brabant is gewoon heel groot. En mensen die helemaal in Berg op Zoom vandaan komen en in de Staten zitten, die zullen minder goed weten wat er in deze kant van de regio speelt dan mensen die zelf hiermee te maken hebben. Dus daarom vind ik het goed dat er mensen uit deze regio in de Staten zitten en ook uit alle andere regio's, dat we echt kunnen zeggen van hey, het is een goede representatie van Brabant. Ja. Wij weten echt wat hier speelt. En maakt het dan wat uit of je van Partij voor de Arbeid signatuur bent of van CDA of VVD, ik noem maar iets? Nou, het heeft natuurlijk wel accentverschillen, want we hebben wel allemaal een eigen ideologie waarom, hoe wij vinden dat een goed Brabant eruit ziet. En wat wij van de PvdA graag willen is dat iedereen zeker kan zijn van openbaar vervoer en dat Brabant een sociale provincie blijft. Ja, maar in principe willen jullie allemaal hetzelfde. Jullie willen dat die Maaslijn verbeterd wordt, toch? Op dat punt kunnen we elkaar zeker vinden, ja. Ja, nou ja, goed, zou belangrijk zijn, ik toch? Ik vind dit wel, ja. Ja, 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 precies. Want ja, wat jou betreft, hè, 20 maart verkiezingen, jij staat op plek 5. Partij van de Arbeid heeft 4 zetels, als ik het uit mijn hoofd goed zeg. Ja, klopt. Ja. Ja. Dus het wordt voor jou wel belangrijk dat mensen hier uit het gebied ook echt gaan stemmen. Ja. Op mensen uit het gebied. Maar je zeker, kunt wel ja, blindelings de lijsttrekker kiezen. En die komt dan uit Bergen of zo, maar die moet een lunchpakket meenemen om hier naartoe te komen. Is dat een item waar jij zegt, ja, dat moeten we echt op inzetten? Ja, je kunt gelukkig staan op de kieslijsten waar altijd waar iedereen vandaan komt. Dus zo kun je goed kijken van wie komt er uit mijn regio en wie kan mij op die manier goed vertegenwoordigen. Dus ja, voor mij is het wel echt belangrijk dat er gekozen ook wordt voor mensen die uit de eigen regio komen. Ja, en dan stel dat dat lukt, hè? Wat is jouw politieke ambitie op lange termijn? Ik kijk nog niet zo heel ver, maar op dit moment wil ik me gewoon graag gaan inzetten voor Brabant. Om ervoor te zorgen dat Brabant een goede sociale provincie is. Ja, want je komt uit de lokale politiek van Kuik, hè? Partij van Arbeid. Ja. Ja. En nou de provincie, dan zou ik zeggen, de volgende stap is Den Haag. Daar heb ik nog niet naar gekeken. Ver weg, hè? Ja, dat is nog ver weg, ja. Ja. Pelle, hoe zitten we met jou, jouw ambities? Ik moet eerlijk zeggen dat ik het gewoon niet weet. Want jij bent 19 jaar of 20 jaar? Ik ben 20 jaar geworden. Ja. Ik vind het heel leuk om de dingen te doen die ik doe voor de Partij van de Arbeid. Ik ga zo meteen mijn bachelor afronden, dan ga ik mijn docentenmaster halen en dan ga ik gewoon werken als docent als het goed is, want dat lijkt me, daar ligt mijn passie. En hoe dat er over 10 jaar uitziet bij mij, dat weet ik niet. En dat... Allemaal nog ver weg, hè? Allemaal nog ver weg, ja. 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 Maar stel dat je een mooie baan zou kunnen vinden hier in het land van Kuik, zou je hier komen wonen of blijf je dan liever in Nijmegen wonen? Nou ja, waarom niet? Dat past wat je zegt hoor, er zitten mensen in de zaal hier die meeluisteren. Ja, waarom niet? Ik bedoel, ik vind het lesgeven fijn en de plek waar dat is, op het moment dat ik me thuis voel. En ik denk dat dat hier wel zou kunnen. Ja, ja. Jij zegt niet wat je van veel mensen hoort van ja, ik wil in de stad wonen en niet ergens op het platteland. Nou, toevallig. Ik heb een hele goede vriend van mij die woont in Baarle-Nassau. Dat is een grensdorp en die zegt altijd, ik ga nooit van mijn leven in de stad wonen. En ik was vroeger ook altijd heel erg van, ik ga nooit van mijn leven de stad uit. Nee. Maar de charme van het platteland, of ja, dit ga ik dit geen platteland noemen, zeker niet. Maar de charme van de dorpen heeft me ook wel weer geraakt. Het kleinschalige en het rustige, dat vind ik ook wel heel mooi. Dus de wens om altijd in de stad te blijven wonen, in een grote stad te blijven wonen, dat heb ik niet meer. Nee, prima. Ja. Ik dank jullie voor de komst. Jij blijft in Kuik wonen, ook al ga je naar Den Bosch. Zeker. Jij moet maar gewoon ergens in Wanrooij gaan wonen of zo. Hartstikke mooi. leuke scholen in de buurt. Ja. Hey, hartstikke veel succes met alles wat jullie willen doen in de politiek. En we gaan jullie ongetwijfeld vaker spreken en tegenkomen. Nou, dank je wel. Bedankt. Ik zeg tegen jullie welkom, maar ik moet eigenlijk zeggen welkom terug. Hè? Dankjewel. Ja, vorig jaar een heel seizoen de huisband van het Gelderlander Nieuwscafé. Zeker. Ja, het is een jaar geleden hè, dat we hier voor het eerst optraden. Morgen precies huisband. Een jaar geleden. Morgen een jaar geleden. Ja, stonden we hier met onze badjassen. Ja. Ja. Ja, 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 precies. Ja. Ja. Jullie zijn een aantal keren hier geweest. Wat is er in de tussentijd gebeurd? Vertel even gauw. We hebben meegedaan aan de Roos van Nijmegen. Was dat toen ook al? Ja, dat de situatie? Al. Ja. Ja, dus we zijn tweede geworden. Was dat toen ook al? Dat was ook al, ja. Nou, we hebben een EP. Zijn we mee bezig? Dat was toen ook al. Ja. Ja, dus niet zo heel zijn we wel verder meegekomen. We noemen het Nieuwscafé, hè? Dus, Nieuws. Nee, ja. Nee, we hebben veel opgetreden in de tussentijd. Ja. En we zijn dus verder. We zijn in de afrondende fase met ons EP'tje. Ja. Dus een mini-albumpje. En die
komt, als het goed is, ergens in het zomer uit of zo. En dan zijn we daar klaar mee. Ja. Dat kost heel veel tijd, want dat doen we in een huis, tuin en keuken, apparatuur. En dat doen we allemaal zelf en zo. Dus dat kost heel veel tijd om het op te nemen. Ja. Maar dat zit nu in de afrondende fase. Ja. Ja, dus het gaat goed met jullie wat dat betreft. Zeker. De optredens. Ja. Met jou ook, Jens? Ja. Ja? Ja. Ja? Gaat het met jou goed? Okay. Dat gaat geweldig. Ja? Ja. Okay. Je ziet het, hè? Dat was ik gezellig. Gaat met jullie ook goed? Ja. Ja? Oké, okay. Nou, perfect. Ja. Wat ik de laatste keren iedere keer vraag aan mensen die muziek komen maken, jonge mensen. Vanavond de Nijmeegse band Neverone bij The Voice of Holland. Oh. Gaan we jullie een keer die kans zien ergens? Hey, als dat kan, ik ben bij. Ja, vet man. Ja. Ja, ik bedoel, ze kijken ongetwijfeld mee, dus ja. Volgend jaar. Ja, nee, ja, als ze dit zien, dan ja. Ja. We kijken ze thuis. Ja, nee, nou, ja, ik denk niet dat we heel veel kans maken, maar het zou wel tof zijn. Nou ja, het is, alle aandacht is aandacht, toch? Ja, nou ja, precies. Zelfs bij het Nieuwscafé. Ja. Hey, maar goed, jullie zijn hier ook vanwege de Nacht van de Bibliotheek. Zeker, ja. Ja, want leg even uit, wat is de Nacht van de Bibliotheek? Ja, je kent de Weijer, daar zijn we nu. En hier zit ook een bieb in dit gebouw. Ja. En ja, tijdens de nacht kun je daar slapen. Nadat je hebt genoten van een programma. In het interdisciplinair programma, wel vooral gericht op muziek. Maar er zit ook voordracht bij, er zit ook theater bij. De hele Weijer wordt echt als het ware overgenomen hier. Samen met Wieke, die daarachter staat. Hallo Wieke. Ja. is er een heel programma samengesteld waarin alle hoekjes van de Weijer getoond worden. En allerlei verschillende artiesten, dus vooral muziek inderdaad, maar ook mensen die gedichten voordragen. Even perfect, een rap battle gaat er zijn. Ja. Er gaat een literaire boyband zijn. Literaire boyband. Ja. Spannend. Ja, super spannend. Wij hebben het ook nog nooit gezien. Het is ook een try-out, volgens mij. Een try-out. Ja. De allereerste keer dat ze optreden is hier in de Weijer. Ja. Don't miss it, zou ik zeggen. Ja. Nee, ja, echt nee, niet. Nee. Zeker niet, nee. Nee. Maar dus, want het is de Nacht van de Bibliotheek. Ja. Maar gaat het nou over boeken of gaat het over muziek? Nou, nee, het gaat, je moet het eigenlijk niet zien als, promoten misschien als een muziek iets, maar het is een heel, het is een kunstfestival misschien. Dus we hebben alle disciplines breder. Zijn er. Er zijn ook live striptekenaars, live tekenaars die de soort notulen maken van de avond door middel van tekeningen en portretjes. Er worden in alle hoeken van de Weijer wordt dingen gedaan en in de bieb. En uiteindelijk staan ook allerlei tentjes in de bieb en in die tentjes kun je dan slapen. Dus je moet alleen je eigen matje meenemen en dan kun je daar slapen. En de volgende ochtend word je gewekt met een mooie piano serenade en heb je een lekker ontbijt wat hier geregeld wordt. Dus je wordt als het ware in de watten gelegd met een heel mooi programma en slapende bieb. Dat is denk ik ervaring die veel mensen niet gehad hebben en die je wel een keer mee wil maken. Ja, de bibliotheek als camping. Ja, 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 je neemt je slippertjes mee, je wc-rol onder je arm en dan... Ja, lijkt me geweldig. Zo gaat dat bij de nacht. Ja. Ja. 15 maart zeg ik uit mijn hoofd. Ja. 15 maart, ja. En hoe laat begint dat feestje? We openen hier om 9 uur 's avonds. Ja. Dan barst het programma los tot in de kleine uurtjes. Ja. Entree is €22,50 voor voor het gewone voetvolk, laat het zo noemen. En €20 voor de leden van de bibliotheek en studenten. Ja, ja, die krijgen korting. Okay, ja, en hoe laat is dat morgen het ontbijt? Dat ga je zien. Je wordt gewekt en dan ga je... Nee, het is... Hoe laat is het ontbijt? 9 uur. 9 uur. Voor 9 uur ergens. En dan sta jij met Wieke eieren te bakken? Ja, blijkbaar. Oh, heb ik ja gezegd. Ja, wie gezegd ja, dus bij deze ligt wat je wil, scrambled eggs, omelet, ik kan het allemaal. Dus, oké. Okay. Hele dooier, gebroken dooier, hard gekookt. Wat is jouw favoriete ei, Nico? Zwem in de Weijer. Zwem in de Weijer, en dan wordt daar weer een boek over geschreven. Je kunt samen met Nico gaan zwemmen in de Weijer. Ja. Kan. Ik weet het niet, maar goed. Dat weet ik ook niet. Nou, lijkt me hartstikke mooi. Een cultureel spektakel staat, heb ik gelezen. Ja, dat is het. Ja, ja. Dat het wordt. Ja. Nou goed, kijk, als we jullie hier uitnodigen, dan willen we muziek voor jullie. Daarom hebben we hier een enorme piano neergezet. Ja, het is mooi groot. Ja, hè? Ja, dus wat gaan jullie voor ons doen?
Ja, een liedje van die EP waar we dus al heel lang mee bezig zijn, is getiteld, we hadden een nieuwe titel. Hebben we een nieuwe titel? Huh? Nee, we veranderen heel vaak van titel, maar volgens mij de meest recente titel is gewoon... Mens vergis je niet. Oh ja, mens vergis je niet. Mens vergis je niet. Mens vergis je niet. Normaal zijn jullie met niet best twee, maar met meer, hè? Ja, ja, helaas Willem, die eigenlijk uit Boksmeer komt, dus Willem Baltussen, die moest werken nu. Dus we krijgen de groetjes wel van Willem, iedereen hier. Dus. Ja. Ja, dus jullie gaan met z'n tweeën doen. Ja, en we gaan zelf ook optreden bij de nacht. Dus jullie kunnen ons daar ook zien. Dus dat is hartstikke leuk. Ja, iedereen komen op 15 maart. 15 maart. Vandaag een voorproefje van wat jullie daar gaan doen. Ja, zeker. Oké. Ja. Dankjewel voor de komst. Succes met de muziek. Geef je vast een hand. En voordat zij gaan spelen, neem ik vast afscheid van jullie allemaal. Dank voor de komst. Volgende maand hebben we een nieuw programma met een nieuwe Gelderlander Nieuwscafé. En ik hoop dat het dan net zo druk is als vandaag. Fijne avond, goed weekend en tot ziens in ieder geval. Ja. Mens, oh mens, oh mens. Pummels bij de vleet, maar van een pummel zoals jij had ik voorheen geen weet. Geef je dan geen snipper om onze buitenlucht, dat je ogenschijnlijk simpel hele wolken dekken kucht. Je reist, je eet, je koopt je ware thuis kapot, en dat voor zogenaamde groei en voor lineaire trots. Geen bloem bloeit identiek, geen vlinder vliegt hetzelfde. Natuur kent geen kopieën, dus laten we haar beschermen. Mens, oh mens, oh mens. Stomkoppen genoeg, alleen een stomkop zoals jij had ik nog niet ontmoet. Is het leven van een dier je dan geen jota waard, dat met je kille egoïsme ieder dier een recht ontaart? Je pijnigt, mag tot moord, voor ham en kaas op brood, maar ook varkens hebben wensen en weinig willen dood. Geen bloem bloeit identiek, geen vlinder vliegt hetzelfde. De natuur kent geen kopieën, dus laten we haar beschermen. Ja, laten we haar beschermen. Dank jullie wel.